Hoezo ziet Suske er zo uit? Hé, hey, hé, hey, hey, gek. Maar. Wat ik niet helemaal eerlijk vind en waar ik ook best wel me een beetje schuldig over voel de afgelopen tijd. Dat... De dierenarts denkt inderdaad dat het wel ook lief verschijnselen zijn. En hij is vandaag alweer gelijk begonnen met klussen. Zie je over 10 dagen. Steven heeft gisteren de nieuwste ruwvoermix van Florian afgegeven. Wat zit jij allemaal voor geluid te maken? Waar zijn al je vrienden heen? Kom maar. Kom maar, ze zijn buiten allemaal. Maar dit is dus eentje zonder luzerne, waar heel veel vraag naar was. Dus ik ga hem uitpakken en gelijk aan de paarden geven. Kijken wat zij ervan vinden. Ze zijn lekker allemaal aan het eten. Als je trouwens denkt, hoezo ziet Suske er zo uit? Ik heb ze gisteren ingesprayd met vliegenspray. En ik denk dat ze daarna is gaan rollen. Dus dat het er een soort van aan is blijven plakken. Heel mooi patroontje. De rest heeft het ook wel, zoals je ziet. Maar omdat Suske veel lichter is, valt het veel meer op. Dan Marsha tegen ze. Zie je het goed. Maar ze eet het. En daar ben ik blij om. Eigenlijk heb ik het idee, zodra ze toch de substantie snappen. Dus ze gewend zijn om die ruwvoermixen te eten. Dan eet ze denk ik alles bijna wel. Maar hier ben ik blij mee om te zien. Maar ik ga er snel vandoor, want ik moet de fysio weer eens voor de verandering. Toen ik vanochtend aankwam, zag ik trouwens dat ik deze niet had dicht gedaan. Dus dat een klein beetje geschild of ze hadden weer vannacht losgelopen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik kom bij de fysio dus vandaan. En ik zou eigenlijk gelijk doorgaan naar Esmee om 2 podcasts op te nemen. Maar Esmee is dus ook ziek. En die is nog wel iets zieker dan dat ik ben. Die heeft echt kotsen en overgeven. Het is hetzelfde. En nou, gewoon heel slecht. Dus die kan echt geen podcast vandaag opnemen. Wat natuurlijk heel erg jammer is. Dus handig dat ik vandaag vrij ben. Want daardoor kan ik heel veel klusjes doen. Die ik gewoon afgelopen week al moest doen. Maar waarvoor ik me eigenlijk te slecht voelde. En een van die dingen die we vandaag gaan doen. Is dat we de paarden op dit stuk gaan zetten. Want ik heb toestemming gekregen van het bedrijf die nou, dit allemaal heeft aangelegd, zover je het aanleggen kan noemen, om de paarden hier natuurlijk op te zetten, omdat het natuurlijk allemaal heel erg lang duurt met de vergunning en zo. Dus kunnen de paarden net zo goed lekker opeten. Er staan eigenlijk niet eens zo heel veel gras tussen, er staan voornamelijk planten tussen. Als het goed is, bijna alleen maar die ze mogen eten. En degene die ze niet mogen eten, eten ze meestal natuurlijk niet. Dus mijn idee was eigenlijk, want ik laat ze hier eigenlijk nooit meer echt eten. Want je merkt ook, dit ligt er echt al een paar weken in en ze eten dit gewoon niet. Want ze vinden het denk ik gewoon een stuk, ja, een minder fijn stukje omdat het hier ook doodloopt. Ik denk dat ik, even kijken, ik hoor deze dan gaan weghalen hier zo. En dan hier de opening gaan maken. Zodat ze hier dan de wei op kunnen. Want eigenlijk is alles zeg maar hier zo dicht. Dus ik kan nergens een opening maken. Dus ik denk dat ik hem dan hier ga maken. En dat ik dan of deze paal er even uithaal. Zodat ze zeg maar hier zo, ja, wat ik, ja, tussen, als ik die paal er niet uithaal, dan gaan ze hier naar buiten. Dan hebben ze hier eigenlijk maar een heel klein stukje waar ze naar buiten kunnen. En dan hebben ze alweer die zandhoop. Want ik wil eigenlijk liever niet dat ze over die zandhoop heen gaan lopen, want dan verspreidt het allemaal natuurlijk weer. Dus als ik dan deze paal eruit haal, dan kunnen we hier zo al de opening maken. Wow. Sorry, hoestaanval. Dan kunnen ze hier gewoon naar buiten. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Ga je mee, zus? Mag je lekker naar het grote land? Kom maar. Gaan jullie mee, dropjes? Mogen jullie lekker naar het grote land toe? Dat is leuk, hè? Ja, kom maar. Misschien moet ik even eerst het stroom eraf halen voordat ik met een schaar besluit om het draad voor te knippen. Ze snappen volgens mij nog niet helemaal dat het open is. Kom maar, liefies. Kom, zusje. Maartje. Kom maar. Maar kijk eens, zusje. Goed zo, knap van jou. Kom maar, er is geen draad meer. Kom maar, kijk eens. We kunnen er gewoon doorheen gaan. Kijk maar. Jullie kunnen dat ook. Goed zo, ja. Oh, wat goed. Oh nee, waar zijn we nou? Wat gebeurt er? Wat doen we hier? Oh, Axel heeft alweer iets in de mond zitten. Maar kom je ook? Maar snapt het niet. Oh, kijk ze nou, knappertjes.
zo mooi bij een stukje weiden nu met al deze bloempjes. Hé hey, liefie, kom je ook? Niet door mij heen, please. Nou ja, daar gaan ze. Kijk. Dit zijn natuurlijk allemaal heuvels ook. Oh. Het loopt natuurlijk een beetje scheef allemaal, dus ik hoop niet dat ze blijven rennen. Oh. Kijk hoe hoog het mais trouwens ook staat. Oh, Ax, rustig. Gaat goed? Hé, 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 gek. God. Oh. Oh. Ax en Mar die staan achter de heuvel en Suske die staat er echt zo half op. Dit was het eigenlijk niet de bedoeling dat ze dan daar aan gaan zitten. Kijk, al deze paden nou. Tenminste, deze zie je nog, maar dit zie je gewoon bijna niet meer. Het gras is er allemaal overheen gaan groeien. Heftig. Dat patroon op Suske. Ziet er echt niet uit zo. Zo fijn weer al die ruimte. Ik hoop alleen niet dat ze hier gaan staan, want dat is natuurlijk een beetje drassig op de oude wadi. Maar dat zullen ze vast snel genoeg zelf ook door hebben. Het loopt niet zo makkelijk hè, Ak. Het is ook een heuvel van gewoon allemaal losse aarde. Nou, dat is natuurlijk nu alweer allemaal vast gaan zitten. Maar dat hoort niet echt bij het stuk grond. Nou. Maar voorzichtig. Ja, daar liggen allemaal palen, sukkel. Ik heb mijn zoomlens op de camera zitten, zodat ik een beetje kon inzoomen als de paarden lekker gingen rennen. Dus vandaar dat ik een beetje groot in beeld ben. Maar ik laat de paarden lekker hun gang gaan. Ze zijn heel erg blij, denk ik, met de extra ruimte die ze weer krijgen. Het is ook heel lang geleden, februari, 1 februari of 2 februari, dat het al dicht zit. En daarvoor was het ook allemaal modder, dus ze zijn even de ruimte niet helemaal meer gewend. Ik ga met Shanky even deze oppakken. Neem ik gelijk die paal mee. En dan ga ik daarna even de bak slepen en de mesthoop aanduwen en zo. Tijdens het opnemen van deze beelden had ik helemaal in mijn hoofd zitten wat ik tijdens deze voice-over wilde zeggen. En nu puntje bij paaltje heb ik echt geen idee meer wat ik precies wilde zeggen. Ik vertrek namelijk over een half uur, of over 20 minuten zelfs, naar het vliegveld om voor 10 dagen naar Thailand te gaan. En ik wilde heel graag deze voice-over nog opnemen, zodat ik in het vliegtuig de vlog kon afmaken en hij nog online kan komen. Ik voelde me in ieder geval vorige week echt best wel slecht. Het ziek zijn zat gewoon echt niet mee. En weet je, nu was het maar keelontsteking, om het zo te zeggen. Je hebt natuurlijk echt veel ergere ziektes en dat besef ik me absoluut. Maar ik voelde me gewoon heel erg alleen ook vooral. Sjoerd was er niet. En er zaten gewoon heel veel dingen niet al helemaal mee, waardoor ik me gewoon niet zo goed voelde. En daardoor zat ik gewoon eventjes niet zo goed in mijn vel. Ik gaf mijn lichaam natuurlijk ook niet helemaal de tijd om beter te worden. Want ik had die heftige deadline van die 2 wedstrijden voor mezelf gesteld. En daarmee niet alleen een hoop druk op mezelf gelegd, maar ook Marley. Wat ik niet helemaal eerlijk vind en waar ik ook best wel me een beetje schuldig over voelde de afgelopen tijd. Dat ik zo'n hoge druk op ons heb gelegd, terwijl we misschien nog helemaal niet klaar zijn voor dit niveau. En of we het eigenlijk nog wel leuk vinden vooral. Want ik ben juist iemand die zegt van, je moet, of nou, je moet niks. Maar ik raad aan om lekker veelzijdig met je paard bezig te zijn. Dus niet 6 keer in de week dressuren. Maar ook gewoon een bosritje te maken. Een keer iets met balkjes of een sprongetje te maken. Of grondwerk doen of wat dan ook. En ik heb mezelf er wel op betrapt dat ik dat dus afgelopen maanden allemaal niet gedaan heb. Hier en daar een keer een crosslesje of een oefencross of een buitenrit gemaakt. Maar ik kan me niet eens meer herinneren wanneer ik voor het laatst grondwerk heb gedaan. Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst gelongeerd heb. Ik heb sowieso al heel lang niet meer gebruik gemaakt van mijn eigen bak aan het onkruid te zien.
En daar voelde ik me gewoon heel erg schuldig over tegenover Marley. Dat ik afgelopen tijd zoveel druk heb gezet op het dressuurrijden. De lessen, maar ook vooral de proeven oefenen. Dat ik me dus gewoon schuldig voelde over dat we beide gewoon totaal niet meer hierdoor het plezier erin hadden. En ik best wel een beetje struggle met, doe ik dit nou voor mezelf? Doe ik dit voor ons samen? Denk ik ook alleen maar aan mezelf? Of hoe zit het? Nou, dat zijn wat gedachten die afgelopen tijd in me op zijn gekomen. Ik heb er ook wel met mensen over gehad. En hoewel ik nog steeds van overtuigd ben dat wij zeker dit jaar nog wel ons punt kunnen halen met nog best wel veel training, wil ik ook gewoon weer leuke dingen met hem gaan doen. Want wij vinden dressuurrijden gewoon eenmaal niet zo heel erg leuk. Dat besefte ik me nog meer door weer lekker op buitenrit te gaan afgelopen week. Want ja, ik had toch geen wedstrijd meer op de planning. En daar genoten we gewoon heel erg van. Dus ik wil gewoon weer wat meer leuke dingen gaan doen. En hoewel ik natuurlijk niet zo streng voor mezelf mag zijn, omdat ik ziek was en echt voor niemand verantwoording hoef af te leggen, ik vind het ook vervelend dat ik afgelopen tijd niet zoveel heb kunnen vloggen en op Instagram heb kunnen zitten doordat ik me zo voelde. En de video's daarom ook wat minder leuk waren, doordat ze best wel eentonig waren, omdat ik veel in mijn eentje was, veel alleen maar dressuur aan het rijden was. En dat vind ik gewoon niet leuk, want het is natuurlijk mijn werk, maar ook mijn hobby, mijn passie. En als je dan niet tevreden bent over het resultaat wat je levert, dan werkt dat ook allemaal niet mee. Nu ga ik natuurlijk voor 10 dagen weg naar Thailand. Niet voor vakantie, maar voor werk, want de vakantie gaat niet meer door. En hoewel dat natuurlijk superleuk gaat zijn, kan ik daardoor de aankomende 2 weken ook geen video's voor jullie maken. We gaan een week overslaan met de podcast, omdat ik gewoon niet de voorbereiding had om extra video's op te nemen of extra podcasts op te nemen, omdat SME dus ook ziek was. Dan dat ik eigenlijk zou willen. Dus de voorbereiding voordat ik naar Thailand ga is best wel slecht. Nou, in combinatie met dat ik me al niet zo lekker voelde en dat ik die druk op ons had gelegd en het idee had dat Marley het allemaal niet meer zo leuk vond. Dat brak me een beetje op de laatste tijd. Ik miste Sjoerd natuurlijk enorm omdat het alweer 5 weken geleden was. Nou, Sjoerd is gelukkig deze week weer thuisgekomen. Maar ook Marley kreeg bijvoorbeeld deze week coliek. Wat ik heel erg lastig vind, want op zich, hij heeft voor de eerste keer in zijn leven coliek gehad. Gelukkig maar. En het was ook best wel mild uiteindelijk. Dus daar ben ik heel blij om. En hij heeft er nu nergens meer last van. Maar ik ga wel 10 dagen weg. En ik laat Marley achter bij Sjoerd. En hoewel Sjoerd een hele hoop heeft geleerd over paarden de afgelopen jaren, vind ik het echt mega spannend om hem nu achter te laten bij Sjoerd. Want aangezien ik niet de reden heb kunnen vinden met waarom hij coliek heeft kunnen krijgen, kan natuurlijk zomaar zijn dat hij het misschien volgende week weer krijgt als we heel veel pech hebben. En dan hoop ik wel dat Sjoerd de symptomen ziet en daar natuurlijk iets aan kan gaan doen. Dus alles bij elkaar. Heel veel gemengde emoties. Natuurlijk, wat ik allemaal net opnoemde, waren er wat minder leuke dingen. Er zijn ook heel veel leuke dingen natuurlijk gebeurd. De lancering van de cursus, die echt een super groot succes was. Maar ook daar voelde ik me niet heel prettig bij, omdat ik gewoon veel te weinig promotie hiervoor heb kunnen maken dan dat ik eigenlijk wilde. Maar als je je niet goed voelt, dan gaat dat natuurlijk ook in je werk zitten. En ik vond wel belangrijk dat de cursus zelf heel goed was. En dat vind ik ook echt. De cursus is zelf heel waardevol. Maar daardoor heb ik wel wat steekjes laten vallen bij de lancering. Dus daar baal ik dan weer een beetje van. Ik heb ook nog wel goed nieuws over andere dingen. Maar daar praat ik jullie pas over een paar weken over bij. Ik wil ook echt niet zielig zijn. Ik wil ook echt geen medelijden. Ik wil ook zeker niet zeggen dat ik het zwaar heb. Want ik ben heel dankbaar voor mijn leven. En heel dankbaar voor de mensen om me heen. De paarden om me heen. En het werk wat ik mag doen natuurlijk. Maar af en toe dan zitten er even een paar van die weken tussen dat het wat minder gaat. En dan mag je natuurlijk ook gewoon uitspreken. We zijn een aantal uurtjes verder. Het is al avond. Ik denk dat het zo'n 9:15 is of zo. Alieke is net bij mij langs geweest. Want we hebben gezellig samen een podcast opgenomen. Het is super chaotisch geworden. Maar ik denk wel heel erg leuk om te luisteren. Ik had mijn spulletjes een beetje. Hey, mozzeltje. Hey, schat. Wat kom je doen? Is de trekker verplaatst? Zij gaat heel vaak op de trekker liggen. Nou, kom maar. Kom eens even hier. Kom eens hier dan. Je speelt hard to get, mevrouw. Je speelt hard to get. Dan niet, ik zie een batterij knipperen, dus hier hebben we geen tijd voor. Ik ga even alles een beetje opruimen. Oh, daar komt Pipje ook aan. Wat een gezellige boel hier zo. Ik ga even alles opruimen, trekker wegzetten. Ik ga de bakletters denk ik alvast in de bak zetten, want anders komt het er nooit van dat ik ze weer terug ga zetten. Ik denk dat ik morgenmiddag, want we zijn morgen heel de dag op weg om te filmen, morgenmiddag ga ik ze denk ik weer eindelijk in de bak zetten. Dus echt ingraven in de zijkant. Ga ik nog even uitmesten en een paardje eten geven en dan lekker naar bed toe gaan. Ik had alle klusjes gedaan en ik wilde gaan beginnen aan het uitmesten en de paarden eten geven. Maar het viel me al op dat Mar er heel loom bij staat. En hij wil zijn eten niet opeten. En hij is constant naar deze kant van zijn buik aan het kijken. Hij gaat ook raar achter staan.
Dus ik had even de dierenarts gebeld. Aangezien ik denk dat hij misschien wat koliekachtige verschijnselen heeft, wat ik echt heel zielig vind, want hij heeft nog nooit in zijn leven koliek gehad. De dierenarts denkt inderdaad dat het wel koliekverschijnselen zijn. En dat het iets met buikkrampen is. Eventueel misschien gaskoliek. Dus ik moet even met hem gaan lopen, 10 minuutjes. En dan moet het echt wel, na een uur moet het echt wel beter gaan. Gaat het dan nog steeds niet beter, dan moet de dierenarts komen. Maar schatje toch, ik vind het zo... Hij heeft nog nooit dit gehad. Dus ik heb ook geen idee hoe hij reageert in bepaalde situaties. Maar je hebt een hele koude neus, heb je. Koude puntjes, oortjes. Dus ik ga gauw met hem lopen. Wij zijn gezel aan de wandel. Natuurlijk niet echt om een gezellige reden. Hij loopt op zich best wel lekker door. Hij is wel gewoon niet super aanwezig. Af en toe dat hij dan veel stilstaat en dat hij dan achterom kijkt. En dan niet richting zijn buik of zo. Maar gewoon dat hij dan weer terug naar huis wil. Dus op zich qua karakter zit het er nog wel in. En toen Suske en Ax gingen hinneken. Toen hij wegging, toen hinnikte hij wel een beetje terug. Dus er zit wel leven in. En waar ik dan het enige waarvan ik denk waarvan kan komen, is dat ik ze natuurlijk vandaag op het nieuwe stuk wei heb gezet. Waar heel veel planten staan. Maar volgens mij zijn dat gewoon allemaal eetbare planten voor paarden. Ik weet gewoon best wel weinig van koliek af. Omdat ik gelukkig tot nu toe nog nooit had meegemaakt dat een van mijn paarden koliek had. Dus ik weet ook niet hoe lang de inwerktijd zeg maar is. Want als hij vanochtend dan een verkeerd plantje heeft gegeten, hoe lang dat dan nodig heeft dat het dan voor nu voor buikkrampen kan zorgen. En het is of dus verkrampingskoliek of gaskoliek. Een van de twee. Als hij heel veel scheetjes gaat laten, dan weet je waarschijnlijk dat het gaskoliek is. En anders is het gewoon buikkrampen. Maar goed, we gaan nu even lekker wandelen. Lekker avondwandelingetje. Gelukkig is het nog licht. Als het pas echt midden in de nacht was, dan was het natuurlijk wat lastiger geweest. We zijn een kwartiertje verder of zo. We zijn iets over de helft van ons rondje wat we aan het lopen zijn. Zoals je ziet wordt hij misschien al iets actiever. Kan ook zijn omdat hij weet dat we alweer op de weg terug naar huis zijn. Hij doet lekker zuchten. Een beetje diep inademen. Hij probeerde me net alweer naar het gras toe te slepen. Dus laten we hopen dat het dus echt heel mild was. En dat het hierbij blijft. En dat het niet meer terugkomt of zeker niet meer erger wordt. Nou, hij is weer thuis. Wordt gelijk begroet door zusje. En ik denk dat het allemaal wel goed komt. Ik blijf natuurlijk sowieso komend uur nog bij. Ga even uitmesten. Daar ligt alles. Ja, dat zie je niet helemaal goed. Hek zit ervoor en hier ligt nog een beetje. Hij gaat er gelijk weer zo heel levensloos bij staan. Maar dat komt volgens mij gewoon omdat hij dan net binnen is. Kijk, oh, er gebeurt weer wat. Hé, Ax, zorg maar voor dat hij een beetje in beweging blijft, dame. Jij gaat niet ontsnappen. Ik zal de sluis even openzetten tegenover elkaar. Maar ik ga dan natuurlijk eerst even uitmesten. Nou, het is ondertussen donker geworden. Mar zie je daar zo lopen. Wat heb jij gevangen? Heb je een plantje gevangen met zo'n... Dat worteltje er nog aan. Nou ja, zoals je ziet is hij nog wel een beetje actief. Liefie. Zo'n wortel is vaak niet handig, want daar zit vaak best wel wat zand aan. Kom eens hier. Zo, de plant mag je hebben. Nou, ik gooi hem helemaal weg. Volgens mij gaat het wel iets beter met hem. Nog niet helemaal fantastisch. Toen ik binnen aan het eten was, had ik even op de camera's gekeken. En toen zag ik wel dat hij een beetje hooi had gegeten. Dus dat is in ieder geval positief. Voor de rest staat hij nog steeds buiten in plaats van dat hij binnen aan het eten is met de rest. Maar hij is wel iets alerter. Dus niet een reden om nu midden in de nacht de dierenarts te bellen. Morgenochtend natuurlijk even kijken hoe het met hem gaat. En ik ben morgen, zoals ik zei, bijna een hele dag weg. Dus dan... Ik denk dat het wel goed gaat met hem. Want hij is nieuwsgierig omdat Pip hier nu is. Hé, liefje? En hij heeft gemest en hij heeft scheetjes gelaten. Ik denk dat het allemaal wel goed komt. Maar wel even goed in de gaten houden, liefje. Nou, fijne nacht. Ik zie je morgen, schatje. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Woensdag heb ik dus de hele dag opnames gehad. En gisteren kwam Sjoerd thuis. Hey. En hij is vandaag alweer gelijk begonnen met klussen. Gisteren zijn we al gelijk begonnen met klussen. Ik heb Sjoerd om 7:45 opgehaald op het station. En dan bedoel ik in de ochtend... Want hij had een nachtvlucht. Daarna zijn we nog even bed ingedoken. Want we waren allebei nog super moe. Maar Jordi is dus begonnen met het prieltje slopen. En Beep? Ja. Want ja, die moet gesloopt worden. Want wij kunnen het prieltje opgeven voor stormschade. Hebben we natuurlijk gedaan. En we wilden eerst... Het stond altijd al op de planning om hier iets groters, mooiers van te maken. Waar buitenkeuken in paste. Waar
ook een grote tafel in passen, dat je ook overdekt kan eten. Maar dat stond eigenlijk op de planning om volgend jaar of zo een keer te gaan doen en dan dat ding gewoon zelf te slopen. En misschien wilde zelfs Sjoerds ouders wilde het priool helpen hebben. Nou, toen in de storm in februari, toen heeft het priool natuurlijk niet overleefd. Het begon met al het glas dat er uitsprong, dus overal in de tuin lag glas. Maar het valt natuurlijk onder stormschade. Dus als wij een offerte opvoegen bij een partij die dat dus een nieuwe kan komen plaatsen, dan werd eigenlijk die volledige factuur vergoed. En dat is natuurlijk wat chill, want eerst wilden we alles zelf doen. En dat kunnen we natuurlijk ook gewoon prima zelf. Moet je zelf de materialen aanschaffen. Maar dan kost het natuurlijk wel wat tijd. En die tijd kunnen we ook heel veel andere dingen stoppen. Dus toen dachten we, nou, als we die factuur eigenlijk gewoon helemaal goed krijgen, dan kunnen we net zo goed gewoon door een partij laten doen. Alleen die factuur heb ik natuurlijk wel 2-3 maanden geleden opgevraagd. Die offerte bedoel ik. En ondertussen zijn de houtprijzen natuurlijk alweer gestegen. Dus die offerte klopt niet helemaal meer. Dus we moeten even een nieuwe opvragen. En dan kunnen we een keer een heel nieuw priel gaan neerzetten. Nou, dan is het niet echt meer priel, zijn maar gewoon een overkapping. En dat zou natuurlijk heel erg nice zijn. Maar daarvoor moet deze wel ook weggehaald worden. De kindjes zijn lekker allemaal aan het eten. Zusje is nog bezig. Actie is al klaar zo te zien. Maar die heeft natuurlijk even een draadje voor staan. Omdat ze anders zuster eten op gaat eten. Mar is al klaar met eten. Ze moeten toch nog... Oh, het ligt nog een klein beetje... Klein beetje wennen aan dat nieuwe, die nieuwe roevoermix. Hij schatje, hoe gaat het met je? Het gaat goed weer met je, hè? Nou, we hebben geen last meer van de coliek. Ik zal even een vliegkapje bij je opdoen. Ik was helemaal aan het vloggen en dan roept Sjoerd in één keer dat ik hem moet komen helpen. Maar ik moet nog even wat dingen bij de paarden doen. Het dak ligt er half af. Het is zwaar. Moet ik handschoenen pakken? Kan dan. Ja, dan moet ik hem teruglopen. Zo weer terug hoor. Waaronder dat hij heeft geholpen met de pakletters terugzetten. Want dat is wel even een twee-man job. Omdat je ze moet uitmeten dat ze op de goede plek komen te staan. We hebben ze allemaal een beetje ingegraven. En hopelijk blijft het weer mooi staan. Maar het ziet er gelijk weer echt als een bak uit. In plaats van een zandvlakte. En als we van het najaar de heg gaan planten. En natuurlijk dat betonnen randje nog gaan plaatsen. Dan ziet het er helemaal weer strak uit. Hé schatje. Wist jij dat het weiland... Oh nee, ik ging vliegkap bij jullie omdoen. Dat ging doen voordat ik gestoord werd door Mar... door Sjoerd. Ik wil zeggen, wist jij dat het land open staat? Dus dat je gewoon lekker hier zo op kan gaan. Dus ik vind het echt leuk daar zo. Ik had natuurlijk dinsdag al het gras gemaaid. En ook een beetje in het weiland. Maar daarvoor moeten we gewoon grover geschud hebben. Kijk nou hoe mooi al deze bloemetjes en plantjes. En het is zo... cute allemaal. We hebben gisteren ook de appelboom gesnoeid aan de onderkant. De takken hebben we daarin gegooid. En je merkt toch dat ze de appelboomtakken en bladeren niet zo lekker vinden. Maar we hebben ook de bramenstruik gesnoeid. En die vonden ze echt heel erg lekker. Sjoerd heeft ook het gras gemaaid binnen de kippenren. Het ziet er nu ook gelijk weer een heel stuk beter uit. En kijk, het is ja, wat meer open. Dus de lage takken zijn weggehaald. En ook één hier zo. Het enige wat lastig is dat deze tak van de perenboom, ja, echt zo naar de frambozenstruik gaat. Dus, maar ja, we kunnen die tak niet echt weghalen, want dan dat die tak, dus dan hou je echt de helft van die boom ongeveer weg. Dus we weten nog niet zo goed of we daarmee gaan doen. Hey, kleine kipjes. Lekker onder de aalbessenstruik, hè? Lekker aalbesjes eten. Liefjes. Nou, dat was het eigenlijk allemaal wel. Ik ga morgenmiddag natuurlijk weg naar Thailand toe. Dus zo extreem veel valt er voor mij niet meer te doen. Shorty wil dit verlof aan de wasplaats gaan beginnen voor de paarden. Alleen daar heeft hij eigenlijk 2 handen voor nodig. Of nou, 4 handen in totaal. Maar Shorty's ouders gaan ook weg tot met eind augustus. Dus Shorty is deze keer komende week, 2 weken alleen thuis. In plaats van dat ik bijvoorbeeld heel vaak alleen thuis ben, gaat hij ook een keer voelen hoe dat is. Dus weet niet zo heel goed of hij er aan toe komt om die wasplaatsen te bouwen. Waar hij wel natuurlijk kan doen is in ieder geval de afwatering. Dus richting het riool, want er is natuurlijk nog helemaal geen aansluiting voor als je gaat wassen waar het water dan heen kan. Dat kan hij wel vast gaan leggen. Nou, het priooltje gaan we slopen, want nou, om de reden die ik net vertelde. Maar ook omdat ze natuurlijk deze zomer graag weer het zwembad willen neerzetten. En er is geen enkele plek op ons terrein wat nou, voor een paar vierkante meter plat is. Want ons hele terrein loopt scheef omdat we natuurlijk op een heuvel zitten. Behalve die plek voor het huis, bij de keuken. Maar daar willen we hem eigenlijk niet meer bestaan, want het staat echt zo vol in het beeld. Dat is gewoon niet zo mooi. Dus een dag, als we de priel toch weghalen, kunnen we misschien op deze plek van de zomer het zwembad gaan zetten. En dan
daarna dan de nieuwe overkapping laten bouwen. Maar het loopt hier natuurlijk ook best wel scheef. Maar dat lijkt niet zo, omdat er zo'n vlonder is. En deze vlonder moet ook weg, want die valt ook helemaal uit elkaar. Dus we moeten nog even kijken hoe we alles gaan doen. Dit is er tot nu toe overgebleven van Priel. Gaat best wel snel eigenlijk, hè, babe? Ja, professional. Ja, maar goed, we moeten deze vier vlakken nog. En dan moet die kachelpijp nog gered worden. Want eigenlijk wilden we die wel houden. Behalve dat Sjoerd er alweer iets op heeft laten vallen. Als er nu een deuk in zit. En de vlonder gaan we ook helemaal weghalen. Maar dat kunnen we wel bewaren om nog hout mee. Dus er hout mee te stoken, vuur mee te stoken. Alleen de aanhanger ligt al helemaal vol. Dit gaat tussen niet vier van die dingen bijpassen. Waarschijnlijk moeten we een keer heen en weer rijden. Maar eigenlijk heeft Sjoerd er niet zoveel zin in. En we moeten wel met z'n tweeën doen. Want ja, ik kan moeilijk in mijn eentje. Want ik kan natuurlijk alleen deze rijden. Sjoerd heeft nog steeds een rijbewijs niet. En met de auto en die aanhangwagen heb je hem wel nodig. We zijn een aantal uurtjes verder. Want ik had een Zoom call. Voor een nieuwe samenwerking. Superleuk. Sowieso komen de komende 2-3 maanden ongeveer 3 nieuwe samenwerkingen voorbij. Die allemaal stuk voor stuk superleuk zijn. Dus hou het zeker in de gaten. Sjoerd die ligt even te slapen. Want die is... sowieso een klein beetje moe van zijn jetlag, maar ook waarschijnlijk ziek aan het worden. Ik ben natuurlijk laatst aangestoken door Alieke. Nu ben ik wel op de betere hand, maar zal nog steeds wel in me zitten. Dus het kan best zijn dat ik Sjoerd misschien nu ook wel weer aangestoken heb. Sjoerd voelt zich niet helemaal lekker. Dat best wel zielig is, want ik ga natuurlijk morgen weg. En mijn schoonouders, dus zijn ouders ook. Dus hij is hier komende 2 weken alleen, terwijl hij ziek is. Gaat hij al helemaal voelen hoe het is om ziek te zijn als je in je eentje bent. Dus wat ik natuurlijk ook afgelopen 2 weken heb meegemaakt. Maar goed, dus hij gaat even op bed liggen, want we hebben vanavond een date night. Gaan we uit eten naar de film toe. En daarvoor wil hij natuurlijk wel wat fitter zijn. Anders is hij bang dat hij vanavond gaat sneuvelen. Als hij ligt te slapen, ga ik even naar de Hoornbach toe om wat spulletjes te halen. Dit is hoe het er op dit moment uitziet. We zijn dus op 1/3 van de vlonder ongeveer gekomen. Want toen besloten we om te gaan lunchen. En nou, daarna wat ik net allemaal verteld heb. Ik heb even opgemeten voor de maten van de nieuwe overkapping. We willen hem tot aan de boom laten komen. En dan tot aan... de heg gewoon, dat is 5 meter ongeveer. Want als je echt exact tot, nou ja, hier zo aan de onderkant van de boom komt, dan red je net niet die 5 meter. Maar die boom die loopt best wel een beetje die kant op. Aangezien de overkapping natuurlijk daar komt en niet daar, red je dat wel met 5 meter. Dus dat komt wel goed. En de heg zo is 3 meter. Maar we willen eigenlijk de nieuwe vlonder... Dus in het hoekje, maar sowieso moet eerst de overkapping komen. De overkapping komt eerst en dan pas ga je een nieuwe vlonder leggen. Dus in deze hele hoek komt een nieuwe overkapping. Met dan daar zo een buitenkeuken. En dan hier zo een tafel waar je zo met z'n allen kan eten. En dan komt de nieuwe vlonder. Laten we een stukje doorlopen. Hé, hey, een kleine poezel. Laten we een stukje volgens mij doorlopen. Met misschien een metertje of zo, dat je daar nog wel een stukje langs kan, denk ik. Dan wordt die doorgetrokken. Naar hier ergens. En dan was wel de bedoeling dat hij een klein stukje over de vijver ging hangen. Want nu krijg je dus dat al die planten... Kijk, dan moet je er misschien beter bijhouden. Maar we willen dat hij iets over de vijver gaat lopen. Zodat je echt, ja, wat meer het vlonder idee krijgt. En dan wilden we de vlonder... Dit gaan we dan ook allemaal weghalen. Dit is een oude soort van waterval die ze hadden. Dan werd er dus water vanuit de vijver opgepompt. En dat kwam er dan hier weer uit. En dat viel dan als een soort waterval daarheen. Maar dat systeem is kapot. En dat is ook al jaren niet meer in werking. Dus dat halen we gewoon weg. En dat hadden we het idee om de vlonder dus ietsjes nog voorbij de boom te laten lopen. Dus de vlonder komt echt om de boom heen. Zodat we de loungechat, die nu daarachter staat, dan hier kunnen zetten. Zodat je hier lekker of in de schaduw kan zetten. En s'avonds laat is hier precies nog zon. Omdat de zon dus daaronder gaat, heb je hier zo s'avonds geen zon meer waar je normaal gesproken zit. Maar eigenlijk in dit deel van de tuin nog wel. Dus als we dan hier de loungechat zetten, gewoon op de vlonder. Want anders is het ook weer zonde van het gras natuurlijk. Dat is dat een beetje het idee. Dus ja, we moeten even kijken tot waar de vlonder komt. Want nou, ik denk dat we hem dan misschien toch wel gewoon hier waar zeg maar dat lijntje zo loopt. En dan zo door moeten trekken. En dan zo'n hoekje. En ik weet niet of hij dan echt heel rechthoekig wordt. Of dat we er net zoals hier zo
een klein bochtje maken. Dat moeten we nog even zien, want het duurt toch allemaal heel erg lang. Zoals ik zei, moeten we natuurlijk wel plannen maken over wat hier komt te staan. Zeker omdat het stormschade is, dus verzekeringswerk is. Maar waarschijnlijk wil Sjoerd hier zo natuurlijk dat zwembad plaatsen, zoals ik zei. Weet eigenlijk niet zo goed waar we hem anders moeten plaatsen. Dus ook als hier zo op een gegeven moment wel de overkapping staat met de nieuwe vlonder, dan weten we niet zo goed waar we volgend jaar het zwembad moeten plaatsen. Het enige wat ik kan bedenken is daar zo. Waar dus nu de lounge staat, is het ook een klein beetje vlak. Maar ja, dan verpest je natuurlijk weer je gazon heel erg. Dus we weten het nog niet. Om nou het zwembad hier zo pal voor het huis te zetten, lijkt me ook niet echt het beste idee. En hier zo is het enige stuk waar het ook vlak is. Maar ja, dit is echt zo'n achteraf stukje, weet je wel, waar je de auto's parkeert en waar je gewoon een beetje zo je zooi dumpt. Dus ook niet echt een heel goed idee, denk ik, om hem hier neer te zetten. Zou dan in eventueel dit hoekje kunnen. Maar goed, wat ik zeg, het is helemaal niet echt leuk om dan in het zwembad te zitten. Want je hebt helemaal geen uitzicht over je tuin. De interactie met het huis of met de paarden of zo, weet je wel. Dus het is niet echt een leuk plekje of zo hier. En sowieso met die bomen is denk ik ook niet heel slim om daar het zwembad onder te zetten. Nou, ik ga even naar de Hornbach rijden en dan zie ik jullie straks weer. En dit is het voorlopige eindresultaat. Er lag zo'n zeil onder, hebben we weggehaald. Nou, heel de vlonder natuurlijk weggehaald. Nog wat overblijfselen, zoals natuurlijk dat moet weg. Hier liggen nog wat steen moet weg. Maar er zijn hier zoveel beesten natuurlijk. Meegevuld pissebedden, duizend poten, fucking veel grote spinnen. En die kippen hebben het helemaal ontdekt. Dus die zijn nu lekker alles voor ons aan het opeten. Toppertjes. Net zat er een kip hierin en kijk. Er ligt een ei, wel maar eentje. We weten nog steeds niet waar de overige eivoorraad is, want we hebben al een maand geen eieren van de kippen gehad. Dus ergens hier ligt echt een levensvoorraad aan eieren. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Ik zie er een beetje uit, zodat ik net uit bed kom. Is ook een beetje zo. Ik heb de paarden vroeg gevoerd, want ik ga nog heel even een klein buitentje met Marley maken. Voordat wij straks vertrekken naar het vliegveld, omdat ik vanavond naar Thailand vlieg voor 10 dagen. Hé, liefje, maar mijn buurvrouw, tenminste, ik noem eigenlijk iedereen die in deze straat woont, mijn buren. Maar ze woont hier niet eens, haar ouders wonen hier, helemaal aan het eind van de straat. Die heeft een nieuw paard. Echt superleuk, want we waren tegelijkertijd op zoek naar een nieuw paard. Dus we hadden elkaar altijd een beetje op de hoogte gehouden met wat voor paarden we hadden gekeken. En zij heeft er dus nu eentje gevonden, echt superleuk voor haar. Dus ze wilde gelijk even een buitenritje maken, zodat ze natuurlijk ook kan kijken hoe dat paard even op buitenrit is. Omdat Marnie natuurlijk heel erg braaf is. Dus dat gaan we vandaag doen, na een paar keer moeten verplaatsen, omdat het super slecht weer was, ik wedstrijd had, haar paard een keer een mondje had. Dus nu uiteindelijk heeft ze het paard echt al 3 weken, denk ik. En we gaan nu voor het eerst samen op buitenrit. Maakt niet uit. Ik ben Marnie aan het klaarmaken daarvoor. Is dat al een beetje te dutten. Maar zoals ik jullie al een paar keer eerder deze fles heb laten zien. Tedax, dat is een vliegenspray. Zoals ik zei, deze heb ik jullie al een paar keer eerder laten zien. Ik heb toen een fles gekregen naar aanleiding van dat we een item hadden opgenomen voor lieve paarden samen met Sectolin. Dat is het merk wat erachter zit. Toen hebben we dat item dus opgenomen over deze vliegenspray. En toen dacht ik echt, wow, dit klinkt echt heel erg goed. Mag ik misschien een bus mee naar huis nemen? Want als ruiter of als paardeneigenaar ben je echt in alle tijd op zoek naar de beste vliegenspray. En ik heb er op zich in de afgelopen jaren best prima vliegensprays gehad. Maar je wil altijd nog even wat nieuws uittesten om te kijken of er nog een betere op de markt is. Dus had ik deze meegekregen. En heb ik toen ook een paar keer in de vlogs aan jullie laten zien dat ik deze aan het testen was. En heel erg positief, want inderdaad, elke keer als ik ging sprayen, dan hadden ze veel minder tot geen last meer van vliegen. Ook al buitenrit spreek het op. En omdat het natuurlijk nu best wel dazenseizoen is, heb je veel last van dazen. Nu moet ik zeggen, of we hebben in het bos niet zoveel last ervan, of het werkt heel erg goed. Het houdt het flink op afstand. Maar ik ben dus nu wel een samenwerking met Sectolin aangegaan. Vertelde ik jullie ook al wat eerder in deze vlog, dat ik met 3 nieuwe partijen samenwerking aangaan. Maar onder met Sectolin is super leuk. Dus ik ga jullie even een kleine demonstratie geven. Dit wordt leuk met 1 hand filmen en met de andere hand sprayen. Nou, ik doe het zo op 20 à 30 centimeter afstand. Vooral goed bij de benen en onder de buik. Ik denk dat iedereen wel redelijk weet hoe vliegenspray werkt. Maar ik vind deze gewoon chill omdat het een spuitbus is. En je dus niet elke keer hoeft te sprayen. Oh, en deze ruikt echt zo lekker. En voor het hoofd, ik ga natuurlijk niet op het hoofd sprayen. Dat doe ik altijd een beetje gewoon op mijn hand. En dan spreek ik het zo. Of tenminste, dan verdeel ik het zo over zijn hoofd heen, hè? Ja, lekker ruikt het, schat. Ja. Zoals je misschien net hoorde tijdens het spuiten, maakt de kop nog een heel klein beetje geluid. Maar daar zijn ze mee bezig om dat te fixen. Maar goed, mijn paarden, of tenminste Mar, die reageert daar niet op. Ax en Suske, die accepteren het ook, maar die moet ik wel eventjes vasthouden. Want als ik het gewoon zo op ze spreden, lopen ze voor me weg. Mar, die doet dat niet. Maar dan weet je dat in ieder geval. En kijk, nergens meer een vliegje te bekennen. En ook een staart die gewoon stil hangt. Nou, we zijn er klaar voor. Hoefschoentjes om, vliegspreetje op. Ik heb even deze ophangen van bij Boukje.
Mocht ik er afvallen, maar dat zal wel niet. Maar het ziet eruit dat hij er heel veel zin in heeft. Het is vooral best wel warm en ik heb lange mouwen aan. Nu al spijt, maar ik heb geen tijd meer om te kleden. We zijn even verder. Ik heb mezelf gedoucht. Iedereen is hier lawaai aan het maken. Oh, het stopt nu precies. Net even lekker buitenrietje gemaakt, heel kort. Dus ik had ook niet de GoPro of zo opgedaan. Ik ben mijn koffer aan het inpakken. Super erg aan het haasten, want ik heb ook nog uitgemest. Waterbak verschoond. Heel de inloopstal gebezemd. Nou, noem het maar op. En ik kreeg net ook deze pakketjes binnen. Van Sectolin dus ook weer. Van de luchtwegkruiden. Oh, ik sta een beetje in mijn eigen schaduw. Montana. Omdat Mar eigenlijk altijd wel een beetje, of sinds jongs af aan met de luchtwegen, iets wat problemen heeft. Niet zo erg dat je er echt iets aan moet doen. Maar gewoon op de momenten dat het wat stoffiger is, wat droger is, zoals nu in de zomer. Dan hoest hij wat meer vaak. Als je begint met rijden, moet hij even een paar keer kuchen. En dan gaat het wel weer. Dus ik dacht, nou, misschien hebben zij iets om Mar te ondersteunen. Dus ik heb deze opgestuurd gekregen. Short gaat dus aankomende tijd aan hem geven. En dan als ik terug ben, dan ga ik zien of het werkt. We zijn ietsjes verder. En ik heb Short alles uitgelegd. Hij zei wel echt van, ik weet toch alles al. Ik doe net of ik dom ben. Ik laat het toch achter met mijn kinderen. En ook al zijn het ook een beetje zijn kinderen. De verantwoording over paarden is ook best wel groot. Even bij mijn liefje kijken. Nou, schatje, je staat hier echt heel... Staat hij hier op zijn berg, hoor. Ik ga je heel erg missen, schatje. Lief doen tegen zus en Ax. Gedraag je. Lief doen tegen Short. Geen coliek krijgen. Ik zie je over 10 dagen. Oh, lief doen tegen Sydney. Die gaat met jou lekker op buiten rijden, liefie. Dan wil ik ook bij deze jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik ga straks naar Thailand toe staan met Carmen natuurlijk. Ik hou jullie op de hoogte op mijn Instagram. En dan zie ik jullie heel graag over 10 dagen, wilde ik zeggen. Maar er komt nog halverwege nog een video online. Dus die kan je ook nog straks over een paar dagen gaan kijken. Nou, bedankt voor het kijken. Doei doei!